Bij Pronto Wonen vind je de leukste stijlen en trends. Dus kom snel langs voor inspiratie. Pronto Wonen. Precies zoals jij het wil. Ik ben met de laatste dagen van de meteorologische winter bezig en 1 maart begint dan de lente. Maar echt winterweer hebben we niet gehad. Op laatst toch nog een beetje natte sneeuw hier in de Achterhoek, maar het bleef niet liggen. In het zuiden van het land hadden ze nog een sneeuwdekje van 3 tot 5 centimeter. En dat was het allemaal van de winter, want het is vrij zacht verlopen. Ja, en deze maand, februari, is ook een van de natste maanden sinds de metingen zijn begonnen. Vandaag begon dan nog met wat zon, maar we hadden een koude vuur, want er was wat vorst aan de grond. Maar geleidelijk aan kwam er wel wat bewolking op zetten, maar het bleef al dag terug bij een wind die toch matig was uit de meeste zuid- tot zuidwestelijke richtingen. En de temperatuur die liep op naar een graad of 7 tot 8. Daarbij hadden we droog weer in ieder geval tot de avond, want vanavond en ook komende nacht dan is het regenachtig en dan zal het afkoelen naar een graad of 4. De foto dan in is gestuurd van Willy Bonnick. Laat ook even mooi zien hoe nat het al vooral is. Zelfs de kleine slootjes, daar steekt nu water in en dan broest het een beetje over de sluizen heen. En vol turbulentie helder bij. En wil je ook een foto opsturen, dan kan een foto at gerritsweerpraat.nl. Want ik zei al dat het nat was. We zitten hier in het gebied tussen Gendring en Ulf, Engbergen. En hier de strang, er steekt ook al best wel vol water in wat dat betreft. Nog niet genoeg eigenlijk, al zou je zeggen van er is nog zoveel water gevallen, want februari is een van de natste maanden ook sinds de metingen zijn begonnen. Maar daar hebben we met grondwater nog niet veel aan. Het zit aardig bovenin, het mag nog wel een beetje zakken, maar dat komt de komende tijd wel goed. Het weer voor het weekend. We hebben 3 weekenden gehad met heel veel wind, maar alle wind is nog niet op, want dit weekend kregen we ook nog wat meer wind. En vooral zaterdag, dan hebben we met wat turbulentie te maken. Dan geeft een matige tot vrij krachtig wind waaien. Windkracht 5 sowieso, maar je kan ook nog krachtig worden, windkracht 6. En dan met in de loop van de zaterdagochtend wat windstoten. En ook begin van de middag trekt de wind nog aan en kunnen windstoten voorkomen tot 75 km per uur. Daarbij is het in eerste instantie wel droog. In de loop van de middag dan geeft er ook wat regen vallen. En dan wordt het allemaal wel weer wat rustiger. Maar met die wind, die stevige wind uit de zuidelijke richtingen, wordt zachte lucht aangevoerd. En kan het zowaar zaterdag 13 graden worden. In de nacht naar de zondag een graadje of 4. En zondag, ja, dan blijft het ook niet helemaal droog. De wind waait ook nog stevig door. Richting de middag kan er ook nog wel even wat meer aantrekken. Maar er is minder wind dan op de zaterdag. En de temperatuur is ook minder, want 10 graden is dan het maximum wat zondag haalbaar is. Maar het weekend door, weinig of geen zon. Maar na het weekend blijft het wisselvallig met temperaturen overdag zo rond de 8 graden. En 's nachts een paar graden boven het vriespunt. Goed gaan.